Langsdorf. Een dwerghamster. Het is een nachtdier en dan slapen ze altijd overdag. En in de nacht zijn ze wakker of dan slapen ze. Zo groot ongeveer en zo lang. Nee, hij is ongeveer zo lang. En hij heet Snoopy en hij is heel erg zacht. Hij heeft twee pootjes en voor zijn nekje heeft hij dus ook pootjes. Hij gebruikt het voor lopen, om zich te wassen. Eten. Hij eet van die kleine korrelzaadjes. En hij eet appel en hij eet dus ook van die staafjes. Dat is dus eigenlijk een soort van takje. Die buister kan hij dus inlopen. Is dus daar boven en in het midden. Daar kan hij in slapen en daar bewaart hij al zijn snoepjes en zo. En een keertje zag ik dat, toen ging hij dus met zijn wang, had hij echt zulke bolle wangen. En toen ging hij dus daar naartoe, toen kon hij dus niet in meer in die buis. Maar het allerleukste, toen was hij toen hij in een bal ging, toen ging hij dus zo lopen. Doet hij alleen maar dit, hoeft hij lekker niet vooruit te lopen. Dan gaat hij vooruit en als hij de andere kant op wil, dan draait hij zich zo om en dan ga je dus weer zo. Welkom in het theater. Hier is Jules. Scratch, scratch, prop. Zo, deze wortel ook weer op. Ik prop me lekker helemaal vol. Kijk mij nou, mijn wangen staan bol. Ik was mijn koppie en mijn snuit. Dat ziet er echt heel schattig uit. Overdag moet ik slapen. Met mijn kleine handjes kan ik lekker eten. Met mijn kleine tandjes knaag ik alles op. In een ronde bol ren ik. Ik hou nooit op, rollen vind ik fijn. Ik hou nooit op, mijn wangzakken doen nooit pijn. Ik hou nooit op, ik ben een hamster en dat is vrij. Zo, deze wortel ook weer op. Ik prop me lekker helemaal vol. Kijk mij nou, mijn wangen staan bol. Ik was mijn koppie en mijn snuit. Dat ziet er echt heel schattig uit. Overdag moet ik slapen. Met mijn kleine handjes kan ik lekker eten. Met mijn kleine tandjes knaag ik alles op. In een ronde bol ren ik. Ik hou nooit op, rollen vind ik fijn. Ik hou nooit op, mijn wangzakken doen nooit pijn. Ik hou nooit op, ik ben een hamster en dat is fijn.